Zo, vandaag gaan we liggen leren. Alleen Malana kan hem al. Heel goed zelfs. We gaan je laten zien hoe je hem moet leren. Zonder de hond te forceren. En op de juiste manier, zodat de hond ook weet wat de bedoeling is. Je laat de hond eerst zitten. En vervolgens breng je een brokje naar de neus, zodat ze weet ik mag hem hebben. En dan trek je hem recht naar beneden. Tot ze haar kont ook naar beneden is. En dan zet je lig. En dan heb ze een snoepje al. Malana, zit. Goed zo, hè. Lig. Goed zo. Goed zo, hè. Ja, je wil meer, hè. Terug. Nee. Goed zo. Lig. Goed zo, hè. En zoals je ziet, nu is het hele lichaam in lichtpositie. En dat is wat je wil. En Malana, kom eens. Zo. Lig. En als je nou het brokje naar voren trekt. Nou, zij blijft netjes liggen dan. Maar als je het brokje naar voren trekt, nadat je hem recht naar beneden hebt gebracht, kan het zijn dat de kont omhoog komt en achter je hand aan wil. Daarom moet je hem recht naar beneden brengen en daar houden. Malana, kom eens. Nee, ja, je weet al wat je moet doen, hè. Kom eens. Goed zo, zit. Goed zo. Lig. Ja, zij snapt hem te goed. Goed zo, hoor. Hé, je doet het goed. Ja. Hé? Nou, laat eens zien hoe goed je het kan dan. Lig. Ja, goed zo, hè. Goed zo. Ja. Box. Goed zo.